Oh yeah. Jongens, waar zitten we nu? Jee, Kroatië! Ja, en waar? In Kroatië? Aan het strandje! Dat is niet echt wat. Waar is Dan? Hé, er is water! Varastin. Holland. Nederland. Yes. Kijk, we zijn beroemd even hier. Dat gaat niet. Ah, iedereen wil weten waar we vandaan komen. Oh nee! Snap ik wel. Ik heb een nieuwe hoed. Vet cool! Nou, we gaan weer lekker genieten van... Oeh, dat is mijn mond. Genieten van de zon. Oh, heerlijk genieten. De eerste keer dat er over Varaždin gesproken wordt in historische teksten, dat is zo rond 1180 door koning Bela III. En die had het dan vooral over de heetwaterbronnen die ergens in de buurt van Varaždin te vinden zijn. Vooral de Romeinen vonden die ook erg leuk. Nou, de Romeinen zijn niet de enige die in Varaždin geweest zijn. Het Ottomaanse Rijk heeft bijvoorbeeld ook vele plunderingen uitgevoerd in Varaždin. Wat erin heeft geresulteerd dat er goede verstevigingen zijn aangebracht. De stad zelf is gevormd rondom een groot fort en kent een typisch middeleeuwse indeling. Later zijn de ridders van de Johannieterorde die zijn nog langsgekomen en hebben er een klooster en een kerk, een kathedraal gesticht. Varaždin heeft dan ook vele verschillende heersers gekend en uiteindelijk werden ze in 1209 uitgeroepen tot een zelfstandige Hongaarse burcht. Nou, dit gaf ze de kans om enorm te groeien. Wat uiteindelijk resulteerde in dat ze het militaire en het economische centrum werden van Noord-Kroatië. Uiteindelijk werden ze zelfs de hoofdstad van heel Kroatië. Helaas kwam daar best wel snel een einde aan en dat was in 1776 toen een enorme brand bijna de helft van de stad vernietigde. Alles lag in as. Hierdoor werd de hoofdstad naar Zagreb verplaatst. Dat je het even weet. Dit is echt wat. Ella komt er ook bij. Maar zij is met make-up. Ah, jullie staan toch allemaal in de schaduw, dus... Kijk, omhoog. Oh nee, dat kunnen we niet zien. Nee, maar je moet ook zijn. Mooi hè, hier. Voedsel. Onze eerste set zit er net op. Ik zal jullie even de kleedkamer laten zien waar we zitten. We hebben hier onze rotzooi. Onze jurken. En nu moeten we tot 6:30 wachten. Dus een uurtje of 6:00, 7:00 tot we weer moeten. Dus we hebben een chill plekje. Vol met peren. Yay! Hi ladies! Hallo. Ja. Oh, we hebben lekker eventjes 7 uur pauze. Heel vervelend dit. Wist je dat? Maar 7 keer kan niemand pauze.
Dat geloof ik niet. Niks van. Oh, mijn neem is onder meneer Google. Nee, helaas, every keer. Dan smeer ik alles eraf. Mijn wimper hangt los. Ik ben gezweet. Ja. Warmte. Oh. Ik dacht even shoppen in Kroatië, want ze hebben zo'n mooie stijl hier. En ik denk dat past echt precies voor me. Wat vind je? Het is toch wel echt heel mooi. Ik vind het echt prachtig. Waar zit ik? Ja, Mia, jij zit in